Ik denk ook wel dat Vosje hier wint, maar ik hoop eigenlijk Emma. Ja, en die van Giant gaat niet op kop komen. Ik zie ook duidelijk nee schudden. Ik heb andere opdrachten. Ja, het is best wel confronterend eigenlijk. Liever was ik gewoon in Parijs geweest. En ja, is het best wel moeilijk eigenlijk. Iedereen in de ploeg was al heel erg, ja, leefde er naartoe. En het, ja, het is gewoon de eerste keer. Ja, iedereen droomt er natuurlijk van eigenlijk om een keer op de Champs-Élysées te rijden. Ja, en ik zelf natuurlijk net zo. En ja, nu zit je gewoon thuis en is het niet anders. Laten we eens teruggaan naar het moment waar het misging met je schouder. Kun je dat moment eens omschrijven? Ja, dat was vorige week in de BNL Ladies Tour. Dus de België-Nederland Tour was het, een nieuwe koers. Zaterdag hadden we een klassieker gehad, werd ik vijfde. Zondagochtend hadden we een tijdrit gehad, werd ik vierde. Baalde ik gruwelijk van, want eigenlijk nummers 2 tot en met 4 zaten binnen een seconde. En ik werd dus net vierde naast het podium. Dus nou ja, ik was echt gebrand op de middagetappe. Ik stond wel derde in het klassement. Dus dat wou ik sowieso vasthouden. Mijn ploeggenootje had de leiderstrui. En met het opdraaien van die kasseienstrook ligt ik reed de volle bak op. En er ligt grind. En ja, mijn voorwiel slipt weg. En voor de kweet lig ik. En ja, het voelde gewoon meteen niet goed. En kon ik niet meer de fiets op. En ik wou zelf naar het ziekenhuis, omdat ik het gewoon niet vertrouwde met mijn schouder. En daar bleek ook 's avonds dat het gebroken was. En aankomende donderdag word ik geopereerd en krijg ik er een plaatje op. Ja. En dan is het einde seizoen, want het duurt 6 weken. Dus dan zit je op half september. Nou ja, het WK is 20 september begint het. Dus ja, daar gaat dan ook een streep doorheen. Dus het is niet alleen dit weekend dat je er niet kan koersen. Geen WX in Duitsland. Nieuwe koers in Noorwegen, Zweden. Ja, en de WK ploegentijdrit. Daar waren we ook druk mee aan het werk binnen het team. Dus ja, daar gaat overal een streep doorheen. En dat is wat dat betreft. Heb ik nog niet eerder gehad. En ja, ik hoop ook niet dat ik het nog vaker meemaak. Maar het is niet leuk. Ellen. Oh. Wie? Wie? Dit is Van Dijk. Die ziet het gebeuren. En het is... Lizzie. Wie? Armin-Stef. Vos rechts, Vos wil, Vos gaat. En Vos redt het voor Kirsten Wild. Het is Vos. Vos? Voor Kirsten, ja. Er is een nieuwe koers in Australië ook. De Cadel Evans Ocean Race Tour. Dus ik zei al tegen de ploegleider, nou, dan ga ik gewoon daarvoor. Ja, gewoon meteen vanaf het voorjaar wil ik er gewoon dan staan. En dan gaan we dan gewoon een mooi seizoen ervan maken.